yo, what's up mensen, uh, Nieuw hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op de Minecraft Vita Beast multiplayer serie. Op dit moment zit ik alleen op de server, maar ik neem aan dat ik gedurende de episode wel bezoek krijg van of Richard of Maries, of misschien wel allebei, ik weet het niet. We gaan het gewoon zien. Mijn plan van vandaag is in ieder geval een farmpje opzetten. Maar niet zomaar een farm, nee, een Steve's Card Farm. Ik heb namelijk daar in de verte een huisje gemaakt. Even kijk hier om de hoek, zo, hoppakee. En dan zie je hem al staan in het huisje. En de arena erachter is helemaal vrij voor gebruik. Hier kan ik echt een leuk farmpje op gaan zetten. Er zit alleen nog geen deur in. Misschien dat ik dat nog even moet doen, want anders komen al die sommies hier binnen. Maar goed, hier gaat het dus allemaal plaatsvinden: onze allereerste Steve Card. Kijk, dit bedoel ik dus. hè. Als ik geen regen nodig heb, dan komt mijn bak uit de hemel storten. En dan heb ik het een keer nodig. En dan is het geen, geen of wegen te bekennen. Maar goed, ik zet het geluid wel even uit, want ik irriteer me echt altijd helemaal dood aan aan die regen. Ik heb voor nu toch even geen geluid nodig. Wat we namelijk als allereerste willen gaan maken is een card assembler. Die is te maken met 4 stone, 3 iron en 2 van deze simpel PCB's. En die zijn op deze manier te maken. 1, 2. Oké. Okay. En dan maken we nu de card assembler. Go. Oké, okay. en deze card assembly heeft helemaal geen energie nodig. Um, ik zit alleen nog een beetje te twijfelen waar ik hem neer wil gaan zetten. Ik denk dat ik hem gewoon voor nu eventjes hier neerzet. Dan blijft hij niet staan hoor, maar voor nu is het wel oké. Okay. Dan openen we hem. En eigenlijk waar je mee begint is met het maken van een hul. Kijk, dat zie je hier ook staan. To start making a card, please add a card hul of your choice to the hul slot. Oké, okay, we gaan even naar huls kijken. Ik heb eigenlijk ook geen idee of er nieuwe huls zijn bij deze versie van uh, Steve's Cards. Even kijken, Guardian Hul. Nee, volgens mij niet. Maar ik wil dit seizoen toch ook even gaan proberen om zo'n Galorian hul te gaan maken, gewoon echt een beestkaart te gaan maken. Maar voor nu kunnen we het wel gewoon doen met een hele makkelijke standaard hul, met wat iron en iron wheels. Oké, okay, dit is heel simpel. Even kijken, hebben we het allemaal bij ons, alleen nog even wat sticks. Dus dan maken we twee setjes van iron wheels. Uh, zo, en een bakje erbovenop natuurlijk. En dat geeft ons onze allereerste hul, de Standard Hul. En die gaan we natuurlijk hier in de kaartenzamelen dus doen. In dit slotje, go. En dan zal nu je kaart hier verschijnen. En kunnen we er nu dingen aan toe gaan voegen. Wat voor soort Steve kart ik wil gaan maken, is als volgt: Ik wil namelijk een Steve kart gaan maken die voor ons gaat farmen. En wat gaat die nu farmen? Nou, ik wil allereerst beginnen met wheat. Misschien dat ik het later nog aanpas. Maar om te beginnen gaan we gewoon wheat erop zetten. Oké, okay, we beginnen met een engine, oftewel een motor. Wat voor motor gaan we erop zetten? We gaan de motor gewoon bijhalen. En dan zie je hier een aantal engines van Steve's Cards. Bijvoorbeeld de Coal Engine. Dat lijkt me vanzelfsprekend, die werkt gewoon op Kool. Maar dat is niet degene die wij willen gaan gebruiken. Wij willen namelijk gebruik gaan maken van de Thermo Engine. En als je wat beter kijkt, dan zie je dat er niet alleen een Thermal Engine is, maar ook een Advanced Thermal Engine. En wat is nou eigenlijk het verschil tussen deze twee? Nou. De Thermal Engine is allereerst gewoon veel simpeler om te maken. Kijk, maar dit is het recept van een normale Thermal Engine. En van een Advanced Thermal Engine is dit het recept. En dat ziet er op zich allemaal niet heel lastig uit. Maar deze Reinforced Metal is best wel irritant te krijgen. Kijk, dat moet je allemaal via Stabilized Metal doen. En dat is weer te maken met Hardened Mesh en Defined Hardener. En ja, kijk, dat is allemaal echt heel veel gedoe. Dus dat gaan wij niet doen, allereerst. Maar wat is nou eigenlijk ook qua werking anders aan deze Advanced Thermal Engine? Nou, het rendement van deze Advanced Thermal Engine is gewoon hoger. Hij kan meer rondjes maken, zeg maar... Per hoeveelheid lava. Dus dat is gewoon, hij gaat wat goedkoper mee. Plus dat deze advanced thermal engine ook water nodig heeft om te werken. En dat heeft deze thermal engine niet nodig. Oftewel, we gaan gewoon deze normale thermal engine maken. Door middel van drie nether bricks, twee obsidian, een furnace en twee pistons. Oké. Okay. We hebben alle spullen om de thermal engine te gaan maken. Let's go. Hoppakee, de thermal engine is binnen. En dan openen we onze card assembler weer. En doen we onze thermal engine natuurlijk bij het kopje. Engines. Oké. Okay. Thermal engine requires one tank to work Inderdaad, we moeten nu dus een tank gaan maken om het lava in kwijt te kunnen Dat hoort volgens mij bij storage, ja bij storage geloof ik Dus we gaan eens even kijken wat voor tanks we allemaal kunnen gaan maken Kijk, je ziet er hier al gelijk een paar Je hebt namelijk de internal tank, je hebt de side tanks, je hebt de top tank Je hebt eigenlijk heel veel soorten tanks En aangezien ik zo meteen twee tanks nodig heb, daar kom ik allemaal later op waarom dat allemaal zo is Maar, ik twijfel tussen de internal tank en de top tank Even kijken, hoe gaan we dit allemaal doen? Dan maken we allereerst wat van deze dingen, namelijk de Tank Paints. Oké, okay? want dit heb je echt namelijk nodig voor deze tanks. Ik ben van plan de Top Tank te gaan maken en de Internal Tank te gaan maken. Eigenlijk zoals ik net al aankondigde. Uh, even kijken, de Top Tank. Die maken we als volgt: met zo'n dingetje. Die heb ik al gemaakt. Heel simpel te maken, niet echt heel moeilijk. En dan hebben we maar liefst 6 van deze dingen nodig. En dat gaat ons dus 54 van deze dingen kosten. Dat is aardig wat. Uh, Hoeveel er nou 6 hè? Ja, 6. Oké, okay, nice. We dat binnen en dan kunnen we een tank al gaan maken, de top tank. Go. Ja. En dan gaan we deze eens even kijken of we dit op onze car kunnen gaan zetten. Uh, die doen we bij storage. En inderdaad, hij heeft nu een top tank. En dan zal die melding hier dus ook weg zijn. En dan wil ik ook nog zo'n internal tank maken. Go. Die is helemaal simpel. Oké, okay, die gaan we er ook even meteen op zetten. Ook bij storage natuurlijk. Even kijken. We hebben nu al kost 87. En het duurt inmiddels al 21 minuten. Bijna 22. Om dat hele ding te produceren. Dus dat gaat wel even duren. Het lijkt me nu gewoon een strak plan als we allereerst even een tool erop gaan zetten. Want met die tool kan hij namelijk gaan farmen. We gaan het er gewoon bij roepen. Tool. Dan zie je eigenlijk al gelijk een aantal dingen verschijnen. Bijvoorbeeld een drill. Een woodcutter. Maar degene die wij gaan gebruiken is deze. De basic farmer. Die maakt als volgt met ouch, 3 diamonds. Een iron ingot. Gold. En simpel pcb's. Hoeveel modular kost heeft het? 36. Oké okay, dat valt wel mee. Dus dan maken we nog twee van deze simple PCBs die hebben we binnen en dan kunnen we hem al in elkaar gaan zetten. Dit dure dingetje namelijk de basic farmer Oké, okay, en vanaf nu gaat het echt epic worden, want we openen de card assembler, doen met tool dit, en dan zie je hem al meteen op de voorkant verschijnen. En nu begint hij al echt een beetje vorm te krijgen. Nu krijg je echt het idee van, ja, dit gaat ook echt serieus iets doen. Oké, okay, wat hebben we nog nodig? We hebben nog nou, 1 à 2 attachments nodig, want ik ben namelijk van plan om er nog een hydrolizer op te gaan zetten, waardoor de vorm automatisch van water wordt voorzien, dus dat ze sneller groeien. En ik wil er nog een fertilizer op zetten, die zeg maar met meal of door middel van bones. Um, zeg maar, het wiet een beetje bevrucht waardoor het nog sneller gaat groeien. Te beginnen met de fertilizer. Die maken we als volgt. Twee boommeel, twee bottles, drie ledder en een simpel PCB. Weet je, dan zetten we eerst wel weer even die simpel PCB in elkaar. Zijn we daar ook gelijk weer vanaf van die ellende? Go. Nice. En dan gaan we eens even kijken of we nog wat ledder hebben. Maar ik geloof van wel. Volgens mij heb ik echt nog iets van 10 of 12 ledder of zo. En dan maken we de fertilizer. Die is ook binnen. Die gaan we ook weer op onze kaart zetten. Bij attachments. En dan zit die er ook op. Oké, okay, over naar het Allerlaatste attachments, namelijk de hydrator. Die staat ernaast. Hier zo. Die maken we met een iron bar, een glass bottle en twee iron. Onze hydrator is binnen. We openen de assembler en voegen hem toe bij attachments. Onze kart is nu helemaal af. En we zijn mooi binnen de perken gebleven. We hebben 139 punten gebruikt van een maximaal aantal 200 punten. Kijk, de punten kan je gewoon hier zien. Bij modular kost 28, 36, 10, 6, 37, 22. En als je dat bij elkaar optelt, dan kom je uiteindelijk op deze 139 uit. We konden maximaal 200, dus we zijn mooi binnen de perken gebleven. In totaal kost het maar liefst 34 minuten om deze kaart in elkaar te gaan zetten. Dat gaat hij pas doen zodra hij hier op assemble klikt. Maar voordat hij zeg maar in elkaar gaat zetten, heeft hij eerst energie nodig. Dat kan door middel van coal, dat kan door middel van charcoal, het kan gewoon... Allemaal. Oké, okay. we gaan het in dit geval doen met Charcoal. Charcoal hier en dan kunnen we assemble gaan doen. Go. En dan zal je hier de procentbar zien, hoe lang je nog moet. Kijk, hier gaat hij aftellen en op hoeveel procent die zit. En hier zie je de energiebar. Oké, okay. nou we moeten er dus lekker lang wachten ruim een half uur. Maar in de tussentijd kunnen wij natuurlijk alvast gaan werken aan een aantal dingen. Want ik liet natuurlijk net al zien dat we een thermal engine gaan gebruiken die op lava runt. Maar we hebben nog niet echt bepaald een hele goede lavabron. Daar gaan we nu dus verandering in brengen. We gaan namelijk een Ender Thermic Pump maken. Wat voor ding? Een Ender Thermic Pump. Toevoeging van extra utilities. Die maken we als volgt. Best wel lastig nog. Een Diamond, een Eye of Ender. Uh, vier van deze Ender Infused Obsidian. Maar dat is op zich niet heel lastig. Kijk, je hebt maar één Ender Pearl nodig en vier Obsidian. Dus dat is op zich niet echt een ongelooflijk groot probleem. Het lijkt heel moeilijk. En uh, nou, eigenlijk was dat het wel zo'n beetje. Ik ga even deze spullen verzamelen en dan kom ik daarna bij jullie terug. Als het goed is, heb ik alle spullen bij elkaar verzameld. Pickaxe, I of Ender, Diamond in de hoek, de Ender Infused, Obsidian. Hoppakee, en aan de zijkant een Lava Bucket en afmaken met een Water Bucket. Geeft ons de Ender Thermic Pump. Nice, oké, okay, we hebben hem binnen. En eigenlijk werkt deze pomp net als een normale pomp. Hij heeft gewoon aandrijving nodig door middel van engines. Kan gewoon met een Redstone Engine hoor. Dus ik ga vier Redstone Engines maken. Redstone Engine, hier zo, niet heel lastig te maken. Het allerlaatste dat we nodig hebben is een Ender Tank. En dan wel geteld twee Ender Tanks. Dus we gaan er twee maken. Allereerst twee cauldrons. En dan heb ik denk ik alles al binnen. En dan kunnen we de twee Ener tanks nu in elkaar gaan flansen. 1 en 2. Nice. Oké, okay. ik moet denk ik alleen wel even de kleurencode gaan veranderen. Want er zijn al meerdere mensen op de server die een endertank hebben gebruikt. Dus ik moet even kijken welke kleur ik het ga geven. Ik doe denk ik gewoon rood, wit, blauw. Zo, rood, wit, blauw. En hier ook rood en blauw. Ik weet zeker dat die nog niet gekozen is. Dus dan ga ik ze nu weer oppakken. En dan kan ik nu wel gewoon gebruik maken van de Enertanks. Heb ik alles? Volgens mij wel. Ik heb vier engines, twee levers, Een Thermic Pump en de Ener Tanks. Ja, oké. Okay. We kunnen gaan beginnen met bouwen. Op naar de Nether. We zijn aangekomen in de Nether. En staan nu nog recht naast de Nether Portal. Maar ik denk niet dat Maurice en Richard het leuk gaan vinden. Als ik dit hele meer helemaal ga verpesten en leeg ga pompen. Dus ik heb een andere plek gevonden. Wel een stukje van de nether portal vandaan, heel dicht bij het nether fortress. Maar het is wel een perfecte plek om ons allereerste systeempje op te gaan zetten. Ons allereerste lava-systeem. Maar hoe werkt deze Ender Thermic pump nou eigenlijk? Nou, zoals ik al zei, hij werkt eigenlijk gewoon precies hetzelfde als een normale pomp. Maar de normale pomp ben je gewend, moet je boven de lava plaatsen. En dan gaat hij pas werken. Deze Ender Thermic Pump echter niet. Die moet je alleen de laag boven het lava plaatsen. Maar het kan gewoon nog boven een blokje, bijvoorbeeld netherrack. Dan zal hij het gewoon gaan doen. Oké, okay. we gaan gewoon een engine omheen doen. Zo, zo, zo en uh, zo. En dan zal het als het goed is gewoon gaan werken als ik de levers omhaal. Dus hier een lever, go. En daar een lever, go. Oké. Okay. En het voordeel ook van zo'n endothermic pomp is dat hij zeg maar niet het lava gaat verpesten. Want normaal gesproken ben je gewend als hij meer leeg gaat pompen. Dan ontstaan er allemaal van die, ja ik weet niet hoe noem je het eigenlijk. Van die kloven van lava. Gewoon omdat het lava verdwenen is. Dan zakt het naar beneden en komen er allemaal lelijke stromen in. Deze endothermic pomp... Als je een blokje met lava wegwerkt, wegpompt, dan verplaatst hij dat, of dan vervangt hij dat door een stukje met stone. Super handig dus. We gaan nu ons endertank erop plaatsen. En als het goed is gaat hij hem vol lopen met lava. There we go, nice. Oké, okay, we hebben nu lava. En uh, het gaat gewoon opvullen. En het handige ook van deze endothermic pomp is dat hij zichzelf chunkloadt. Dus dat je niet nog eens een chunkloader naast neer moet gaan zetten. Deze thermic pomp regelt het gewoon allemaal voor ons. Oké, okay, maar de pomp loopt lekker vol. En wij kunnen lekker terug naar de overworld. We hebben nu dus de beschikking over een lavabron. Maar dat niet alleen. Ik heb goed nieuws. Onze allereerste Steve Card is klaar. Nice. Oké. Okay. Nu is het tijd om daar wat rails aan te gaan leggen. Want onze Steve Card moet natuurlijk wel over rails heen gaan rijden. Hier hebben we allereerst een rolling machine voor nodig. Dus die gaan we even maken. Uh, Via pistons, crafting table, iron. Oké. Okay. En de rolling machine is daar. Oké, okay. deze rolling machine heeft natuurlijk wel wat energie nodig. Dus ik ga hem daar aansluiten hier beneden. Bij mijn thermo expression kamer. Dat is even tijdelijk. Maar voor nu, het zal gewoon werken. We doen hem gewoon boven de chest. Kan de chest even niet open? Maakt niet uit. We gaan in ieder geval wat rails maken. Of eigenlijk wat tracks maken, hoe je het ook wil noemen. Track, rails. Allemaal hetzelfde toch? We gaan namelijk allereerst een normale track maken. Die maken we met deze standard rails. En die zijn op hun beurt weer te maken door middel van iron ingots. Oké, okay. we gaan dus beginnen met iron ingots. Op deze manier te plaatsen. Zo. Dus dan vullen we de steam hem op met wat charcoal. En dan zal dit nu gewoon weer gaan doen. En dan zal dit leuke ding nu ook energie gaan ontvangen. There we go. En dan zal hij deze standard rails gaan creëren. Maar dat is niet het enige wat we nodig hebben. We hebben ook wooden rail beds nodig. En die zijn te maken met een wooden tie. En dat is op hun bed weer te maken met wat creosote oil. En ook nog wat slabs. Dus dan maken we allereerst vier wooden ties. Twee. Drie. En vier. Oké. Okay. Mooi hebben die wooden thuis binnen. Die combineren we weer met elkaar. En het geeft ons een wooden rail bed. En als je zo'n wooden rail bed dan vervolgens combineert met wat van die standard rails. Dat zal ons dan uiteindelijk normale tracks gaan geven. Even kijken. Hier zo. Ja kijk we hebben al 64. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Dan gaan we weer naar boven toe. En dan gaan we daar onze eerste tracks in elkaar zetten. En daarna ga ik gewoon alles even offscreen doen. Ga ik daar een mooie baan in elkaar zetten. En dan kom ik daarna bij jullie terug. Want het is denk niet echt heel erg interessant om mij elke keer hetzelfde te zien doen. Hoppakee hebben we 32 tracks. Oké. Okay. De baan is bijna klaar. Het is tijd om een cargo manager te gaan maken. Deze cargo manager gaat namelijk dienen als een soort van chest voor Steve Card. De Steve card gaat hier al zijn spullen in dumpen. Meer hierover gaan we zo meteen even bekijken. Allereerst moeten we hem nog gaan maken, want dat is nog best wel een beetje een lastig klusje. Hoeveel hebben we er hiervoor nodig? Vier. Oké. Okay. Dit, uh, dit is altijd best wel irritant, omdat het heel moeilijk is om nou eigenlijk te onderscheiden wat wat is. Even kijken, uh, die hebben we nu. Dus dan maken we vier van deze huge. Dingen, oké, okay, die hebben we ook binnen. Moeten we alleen nog deze hebben? De Large Dynamic Pain. Hoe maken we die nou weer? Oh, die maken we zo. Oké, okay, dat is niet heel lastig. 1, 2, 3, 4. Zo. En dan kunnen we, als het goed is, al bijna gaan maken. Pam! En dan hebben we hem binnen. En de telefoon gaat. Nice. Maar ja, ik negeer die telefoon maar even. We kunnen de Carco Manager gaan maken. We hebben hem binnen. Om de Steve Card en de Carco Manager met elkaar te laten communiceren, hebben we echter wel een speciale rail nodig. En die komt er in de vorm van de Advanced Detector Rail. Deze dus, twee pressure plates, een redstone en iron. We gaan ze maken. Go, en hebben we de twee binnen. We hebben er natuurlijk maar eentje nodig. En dan ga ik nu op naar mijn baan. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik het ongeveer wil gaan aanpakken. We gaan eens even kijken. Want de baan is op zich niet heel groot. Volgens mij bestaat hij in totaal uit 65 uh, tracks. Dus dat is aardig wat. En ik wil hem gewoon overal laten planten. Hij gaat zeg maar gewoon zo aan beide kanten van de rail. Gaat hij zo meteen seeds planten. Ik ga gewoon maar beginnen. Dan zal dit zo meteen zelf wel gewoon allemaal uitgewijzen in de praktijk. We gaan hier in ieder geval de Cargo Manager plaatsen. Direct als hij binnenkomt wil ik dat hij zijn items gaat lozen. En dan gaat hij hier zo meteen zijn liquids bijvullen. Oftewel water en uh, lava. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we hier, hier voor de Steve Card, gaan we de detector track neerzetten. Dus hier zo. En die detector track die grenst aan de groene kant van de Cargo Manager. Dus het is zo meteen zaak dat we de groene kleur. Uh, even kijken, hier staat groen. Oh, terug, terug, terug. Hier zo. Groen. Dat we deze op inventory gaan zetten. Dat is heel simpel. Je klikt gewoon door tot je een chest tegenkomt. Kijk hier de storage slots. En dan moet je alleen nog even kijken of hier er hier in of eruit gaat. To the cart, dat willen we niet. We willen from the cart. Dat het zeg maar vanaf de cart hier in de cargo manager komt. Dat de spullen van de cart hier in de cargo manager komen. Oké. Okay. Dan uh, is dit het denk ik wel gewoon zo'n beetje. Dan kunnen we hem zo meteen neer gaan zetten. Even een laatste controle of ik overal rails zie. Ja, ik geloof van wel. Dan gaan we de Steve card hier nu neerzetten. Go. En ik hoop echt. Dat hij met dat voorste ding wel door dit ene gat heen past. Ik betwijfel het eigenlijk. Dus ik denk dat ik het hier voor de zekerheid maar eventjes iets breder ga maken. Dat ik in ieder geval geen risico loop dat mijn Steve Card zo meteen vast komt te zitten. En ik heb geen pickaxe meer. Nice. Oké, okay. weet je, dan gaan we het gewoon eerst even testen met uh, drie gaten. Want dat gaat natuurlijk sowieso werken. En kijken of het ook met één gat gaat. Ik ben echt heel erg benieuwd. We gaan hem in ieder geval aanzetten. Maar voor we dat gaan doen, gaan we eerst even de inventory checken. Want wat zien we hier nou allemaal? Nou, we zien hier verschillende soorten dingen. Hier moeten de seeds in. Die doen we erin. Die gaat hij namelijk zo meteen planten. Uh, hier is fertilizer. Dit kan je vullen met bones. Kijk maar naar bijvoorbeeld fertilizer, waardoor de plantjes sneller gaan groeien. En de top tank en de internal tank. En één tank die gaat gevuld worden met water, en één tank gaat gevuld worden met lava. Het water is natuurlijk gewoon voor de hydrator. Weet je wel, die, die attachments die we erop hadden gezet. Die hydrator, waardoor de grond nat wordt gemaakt. En natuurlijk gewoon de lava tank om de engine aan te drijven. Om het lava en het water in de steve car te krijgen, gaan we gebruik maken van een liquid loader. Die maken we op deze manier. Allereerst een detector. Daar hebben we eerst een pressure plate voor nodig. Hoppakee. En dan gaan we maken die detector. Die hebben we binnen. Vervolgens alleen nog een hoppertje. Hebben we hebben natuurlijk eerst een chest nodig. Hopp. En dan maken we daarvan een hopper. Op deze manier. Uh, zo. En mijn hopper. Oh, ik gooi niet mijn iron op de grond. Geef niet pakken, we zo meteen wel weer op. Maar we kunnen in ieder geval de liquid loader gaan maken. Ik wil het nu eventjes met één gaan doen. Want het water kan nog even buitenwege gelaten worden. Maar dat lava is per se nodig om die Steve card op gang te krijgen. Dus dat lijkt me gewoon een strak plan als we dat eerst even gaan doen. En ik denk dat ik nu gewoon al alles heb om hem uh, ja, op te kunnen gaan starten. Dan laten we hem gewoon lekker lopen. en Dan gaan we daarna voor een waterbron zorgen. Want ik ben toch wel benieuwd of hij met dat dikke voorlijf wel door dat gat hierheen past. Ik ben bang van niet. Maar we gaan het denk ik gewoon zien. Oké, okay, hoe wil ik dit precies gaan doen? Ik wil allereerst wil hier boven de liquid loader gaan plaatsen. En dan zetten we hier de liquid loader neer. En daarbovenop natuurlijk de ender tank die de liquid loader gaat voorzien van lava. Go. En dan zal die waarschijnlijk automatisch opgevullen met lava. Tenminste, als we hem op output zetten. Kijk, daar heb je het al. Lava komt nu naar binnen toe. En dan gaat het gewoon helemaal opvullen. Dat kan je hier ook gewoon zien. Oké, okay, dan lijkt dit gewoon te werken. Dan gaan we de Steve kart weer opnieuw onderzetten. En dan gaan we kijken of hij het gewoon helemaal gaat doen. Hoppakee, en dan gaat hij hier vullen met lava. Dan gaan wij alvast de fiets erin doen. Go. Oh, hij gaat al weg. Even kijken, werkt dit? Um, oh, we gaan het heel neerzetten. <laughs> um, nou, oké, okay, dat kan. Dat maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Wel grappig. En hij is nu dus op weg. Maar dit is niet echt het struikelblok. Kijk, dit zag ik allemaal wel gewoon aankomen dat dit gewoon allemaal goed ging. Maar ik ben echt benieuwd hoe het zometeen hier gaat gebeuren. In de tussentijd ga ik nog even wat boommeel pakken. En Dan gaan we hier dus wat boommeel in doen. Ik heb een hele stack gewoon gepakt. Dat is wel voldoende voor nu. Zo, dan is de halve tank zo'n beetje vol. En dan kan hier nu gewoon gaan, lekker gaan planten. En dan doet het dus op deze manier. Oké, okay, hier is het moment van de waarheid. Gaat hij er doorheen of gaat hij er niet doorheen? Ik ben benieuwd. Ja, hij gaat er gewoon doorheen. Nice, oké. Okay. Nu hoef ik dit in ieder geval niet aan te passen. Hoef ik het hier ook niet per se aan te passen. Maar ik laat het gewoon lekker zo staan. Kan hier gewoon lekker planten. En kijk, en nu zal hij echt meteen een stuk sneller gewoon door gaan rijden. Ik hoop alleen wel dat het zo goed gaat qua lava betreft. Ja, dat gaat makkelijk zo. Oké, okay, netjes. Dan werkt dit gewoon helemaal. En dan zal hij gewoon, als hij uiteindelijk weed geoogst heeft, zal hij daar gewoon in de Cargo manager gaan stoppen. Ik denk niet dat hij al wat gedaan heeft, nee, natuurlijk niet. Oké, okay, maar ik kan het even laten zien, trouwens. Als er wat weed groeit, bijvoorbeeld hier zo. Kijk, toevallig is hier gewoon allemaal weed gegroeid. It's magic, oké. Okay. En dan zal hij deze twee gaan oogsten en daar in de Cargo manager doen. Kijk, gaat hij de oogsten. Bam. En. Bam. Oké, okay, ik ben echt één grote idioot. Ik ben vergeten een chest op mijn modular card te zetten. Dus ik moet hem aan gaan passen. Maar helaas is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je namelijk probeert gewoon je card hierin te doen. Je kan je echt gewoon klikken wat je wil. Maar hij gaat er gewoon niet in. Hier heb je namelijk een upgrade voor nodig. En die ben ik nu dus aan het maken. Dit is door middel van raw hardener te maken. En dat is echt ontzettend kloot te maken. Met diamond en obsidian. Mmm, ja. Maar goed, we hebben in ieder geval wat refined hardener. Vervolgens gaan we dus werken aan zo'n blank upgrade. Want dat is hetgeen dat we nodig hebben. Allereerst hebben we Reinforced Metal nodig. En dat is echt een ongelofelijke klote weg om dat te gaan maken. Oké, okay, dan maken we eerst zo. En dan combineren we dat met dat Raw Hardener. Of Refined Hardener, hoe je het ook wil noemen. Zo. Dus noemen we hier de Hardened Mesh. Eromheen wat Iron. En eronder aan Refined Hardener. En dat geeft ons vijf van deze Stabilized Metal. En die moeten we opnieuw gaan smelten. Dus op deze manier. En dan hebben we denk ik bijna alles al. Alleen nog deze Advanced PCB. No problemo. Dat is op zich niet heel erg lastig. Dat hebben we net ook al gemaakt. Een soort van. Dus maken we dat even. Twee van deze. 1, twee. En dan kunnen we hem in elkaar gaan flansen. De Advanced PCB. Die hebben we ook binnen. Oké. Okay. Alleen verwachten op deze Reforce Medal. Dan kunnen we het gelukkig al gaan maken. En dan valt op zich nog wel mee hoeveel tijd het was. Ik had verwacht dat het langer zou zijn. Dus... Go, en dan hebben we binnen deze blank upgrade. En hier kan je eigenlijk al je Steve card upgrades mee gaan doen. Maar degene die wij in ieder geval willen maken voor nu, dat is het volgende. Dat is namelijk, even kijken, waar staat die? Hierzo. De card modifier. Te maken met een anvil. Met zo'n blank upgrade dan. Wat iron en twee van deze simpel PCB's. Oké. Okay. Dus dan maken we allereerst een anvil. En dan kunnen we deze card modifier in elkaar gaan zetten. Go. En die plak je zeg maar op de zijkant van de card assembler. Gewoon zo. Shift, rechtermuisknop en een plakje op de zijkant en dan komt hij automatisch erop te staan. En dan kan je rechtermuisknop op deze upgrade doen. En daar kan je dan je kaart in doen. Dus, oh, hier zo natuurlijk. En kijk, en dan zal hij er gewoon weer in komen en kan je gewoon weer dingen toe gaan voegen. Oké, okay, laten we dat dan maar gaan doen door middel van storage. Want ik heb echt even een chest nodig. Dan moet ik allereerst kijken welke chest ik nog kan gaan gebruiken. Want dat is natuurlijk wel even belangrijk. Even kijken, je hebt namelijk een side chest, top chest, front chest. Even kijken, we hebben nog wel een paar opties open staan. Welke? Ik heb een top tank en een internal tank. Dus ik zou een side chest kunnen. Dan gaan we dat, denk ik, doen. Een side chest. Hoe maken we die? Oké, okay, daar hebben we alle onderdelen verzameld. En dan maken we nu de side chest. En die gaan we dan nu, natuurlijk, wel hierin doen. Dus dat doen we dan hier zo. En dan kunnen we hem nu alsnog weer modify'en. Dat heeft natuurlijk wel weer energie nodig. Dus dan doen we er weer wat kool in. Hier zo. Modify. En dan zal je weer gaan zien hoe lang het duurt. Even kijken. Oh, dat duurt maar een paar seconden, zeg. Dan zijn we zo klaar. Dat maakt niet zo heel veel uit dan. Oké, okay, gelukkig, want ik was even bang dat ik heel lang moest wachten. Dan hebben we nu de tank binnen en kunnen we nu onze andere tank, onze lava-tank, erop gaan halen. Want die had ik even hier beneden op de Ignis Extruder gezet, zodat hij gewoon Unlimited lava had. We kunnen we nu weer af gaan halen? Kom maar weer met mij mee, we kunnen eindelijk onze farm op gaan zetten. En dan ga ik de farm de volgende episode nog eventjes uh, uiteindelijk helemaal verwerken. Dat ik hem echt ergens opgeslaan waar ik wil. Want nu gaat het allemaal in de uh, cargo-manager in plaats van in een opslagruimte waar ik wil. Maar daar ga ik dus de volgende episode voor zorgen dat het helemaal goed gaat komen. Voor nu gaan we in ieder geval alles weer terug plaatsen. We plaatsen er bovenop weer de Ender Tank. Gewoon hier zo, dus. Hoppakee. En dan kunnen we onze Steve Card gewoon weer hier terug gaan plaatsen. En dan zal die het weer gaan doen. En dit keer met chests en met opslag. Dan gaan we nu naar buiten toe. Want ik ben wel benieuwd of het nog steeds gewoon allemaal werkt. Er zullen nu een paar dingen gegroeid zijn. Kijk, daar is iets gegroeid. Hier is iets gegroeid. Ik ben benieuwd. Wat is Jan aan het doen? Waarschijnlijk is hij helemaal op aan het vullen met lava. Hé hey, joh, schiet eens op joh. Hey. Ja, daar gaat hij. Oké, okay. nice. Dan ben ik benieuwd of hij gewoon gaat oogsten. Deze moet hij oogsten. Ja, dat doet hij. Ah, gelukkig het komt hij niet meer op de grond. Echt toen ik dat net zag, dacht ik echt van. Nee, mee deze. Nou, en deze gaat hij ook nog oogsten. Dan ga ik het even glippen en dan zal hij het hier uiteindelijk in de Carco Manager gaan doen. Hier ze dus. Kijk, daar gaat hij. Hoppakee, twee wheat. Oké, okay. dan werkt dit gewoon helemaal. En dan bedank ik jullie ook meteen gewoon voor het kijken naar deze episode. Sorry, misschien is het een beetje rommelig geworden omdat ik wat vergeten was. Ik kon er ook niks aan doen. Het was echt ontzettend dom. Ik voelde me echt zelf een idioot. Maar hopelijk uh, kunnen we toch weer 100 likes halen op deze video. Ondanks dat ik gewoon echt één dikke idioot ben. Bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende keer bij meer FieteBeast Multiplayer Serie. Peace. Oh, jij bent gevaarlijk. We kunnen in ieder geval de liquid loader gaan maken. Ik wil het nu eventjes met één gaan doen, want het water kan nog even buiten gelaten worden. Maar het lava is per se nodig om die steve card op gang te krijgen. Dus dat lijkt me gewoon een strak plan als we dat eerst even gaan doen. En ik denk dat ik nu gewoon al alles heb om uh, ja, me op te kunnen gaan starten. Dan laten we hem gewoon lekker lopen en dan gaan we daarna voor een waterbron zorgen. Want ik ben toch wel benieuwd of hij met dat dikke voorlijf wel door dat gat hierheen past. Ik ben bang van niet. Maar we gaan het denk ik gewoon zien. Oké, okay, hoe wil ik dit precies gaan doen? Ik wil allereerst wil hier boven de liquid loader gaan plaatsen. En dan zetten we hier de liquid loader neer. En daarbovenop natuurlijk de Ender tank die de liquid loader gaat voorzien van lava. Go. En dan zal die hoog waarschijnlijk automatisch opgevullen met lava. Tenminste als we hem op output zetten. Kijk daar heb je het al. Lava komt nu naar binnen toe. En hij gaat het gewoon helemaal opvullen. Dat kan je hier ook gewoon zien. Oké. Okay, dan lijkt dit gewoon te werken. Dan gaan we de Steve stiefkarten weer opnieuw onderzetten. En dan gaan we kijken of hij het gewoon helemaal gaat doen. Hoppakee. En dan gaat hij hier vullen met lava. Dan gaan wij alvast de sheets erin doen. Go. Oh hij gaat al weg. Even kijken. Werkt dit? Oh, we gaan het hier neerzetten. <laughs> um, nou, oké, okay, dat kan. Dat maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Wel grappig. En hij is nu dus op weg. Maar dit is niet echt het struikelblok. Kijk, dit zag ik allemaal wel gewoon aankomen dat dit gewoon allemaal goed ging. Maar ik ben echt benieuwd hoe het zometeen hier gaat gebeuren. In de tussentijd ga ik nog even wat boommeel pakken. En dan gaan we hier dus wat boommeel in doen. Ik heb een hele stack gewoon gepakt. Dat is wel voldoende voor nu. Zo dan is de halve tank zo'n beetje vol. En dan kan hij nu gewoon gaan, lekker gaan planten. En het doet het dus op deze manier. Oké, okay, hier is het moment van de waarheid. Gaat hij doorheen of gaat hij hier niet doorheen? Ik ben benieuwd. Ja, hij gaat er gewoon doorheen. Nice. Oké. Okay. Nu hoef ik dit in ieder geval niet aan te passen. Hoef ik het hier ook niet per se aan te passen. Maar ik laat het gewoon lekker zo staan. Kan hier gewoon lekker planten. En kijk, en nu zal hij echt meteen een stuk sneller gewoon door gaan rijden. Ik hoop alleen wel dat het zo goed gaat qua lava betreft. Ja, dat gaat makkelijk zo. Oké, okay, netjes. Dan werkt dit gewoon helemaal. En dan zal hij gewoon, als hij uiteindelijk weed geoogst heeft, zal hij daar gewoon in de Cargo Manager gaan stoppen. Ik denk niet dat hij al wat gedaan heeft, nee, natuurlijk niet. Oké, okay, maar ik kan het even laten zien trouwens. Als er wat weed groeit, bijvoorbeeld hier zo. Kijk, toevallig is hier gewoon allemaal wheat gegroeid. It's magic. Oké. Okay. En dan zal hij deze twee gaan oogsten. En daar in de cargo manager dus doen. Kijk, gaat hij de oogsten. Bam. En bam. Oké, okay, ik ben echt één grote idioot. Ik ben vergeten een chest op mijn modular card te zetten. Dus ik moet hem aan gaan passen. Maar helaas is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je namelijk probeert gewoon je card hierin te doen. Je kan je echt gewoon klikken wat je wil, maar hij gaat er gewoon niet in. Hier heb je namelijk een upgrade voor nodig en die ben ik nu dus aan het maken. Dit is door middel van raw hardener te maken en dat is echt ontzettend kloot te maken met diamond en obsidian. Mm, ja, maar goed, we hebben in ieder geval wat refined hardener. Vervolgens gaan we dus werken aan zo'n blank upgrade, want dat is geen wat we nodig hebben. Allereerst hebben we reinforced metal nodig en dat is echt een ongelofelijke klote weg om dat te gaan maken. Oké, okay, maken we eerst zo. En dan combineren we dat met dat Raw Hardener of Refined Hardener, hoe je het ook wil noemen. Zo. Dus noemen we hier de Hardened Mesh. eromheen wat Iron. En er onderaan Refined Hardener. En dat geeft ons 5 van deze Stabilized Metal. En die moeten we opnieuw gaan smelten. Dus op deze manier. En dan hebben we, denk ik, bijna alles al. Alleen nog deze Advanced PCB. No probleem, hoor, Dat is op zich niet heel erg lastig. Dat hebben we net ook al gemaakt. Een soort van. Dus maken we dat even. 2 van deze. 1, 2. En dan kunnen we hem in elkaar gaan flansen. De Advanced PCB. Die hebben we ook binnen. Oké. Okay. Alleen verwachten op deze Reforce Medal. Dan kunnen we het gelukkig al gaan maken. En dan valt het op zich nog om mee hoeveel tijd het was. Ik had verwacht dat het lang zou zijn. Dus, go. En dan hebben we binnen deze blank upgrade. En hier kan je eigenlijk al je Steve Card upgrades mee gaan doen. Maar degene die wij in ieder geval willen maken voor nu. Dat is het volgende. Dat is namelijk. Even kijken. Waar staat die? Hier zo. De Card Modifier. Te maken met een Envil. Met zo'n blank upgrade dan. Met iron. En twee van deze simpel PCB's. Oké. Okay. Dus dan maken we allereerst een envol. en dan kunnen we deze card modifier in elkaar gaan zetten. Go! En die plak je zeg maar op de zijkant van de card assembler. Gewoon zo. Oh, shift, rechtermuisknop en dan plak je hem op de zijkant en dan komt hij automatisch erop te staan. En dan kan je rechtermuisknop op deze upgrade doen en daar kan je dan je kaart in doen. Dus. Yo, what's up mensen! Uh, nieuw hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op de Minecraft Eat the Beast multiplayer serie. Op dit moment zit ik alleen op de server, maar ik neem aan dat ik gedurende de episode wel bezoek krijg van of Richard of Maries. Of misschien wel allebei, ik weet het niet. We gaan het gewoon zien. Mijn plan van vandaag is in ieder geval een farmpje opzetten. Maar niet zomaar een farm, nee, een Steve's Card Farm. Ik heb namelijk daar in de verte een huisje gemaakt. Even kijk hier om de hoek, zo, hoppakee. En dan zie je hem al staan in het huisje. En de arena erachter is helemaal vrij voor gebruik. Hier kan ik echt een leuk farmpje op gaan zetten. Er zit alleen nog geen deur in. Misschien dat ik dat nog even moet doen, want anders komen al die sommies hier binnen. Maar goed, hier gaat het dus allemaal plaatsvinden. Onze allereerste Steve Card. Kijk, dit bedoel ik dus, hè. Als ik geen regen nodig heb, dan komt mijn bak uit de hemel storten. En dan heb ik het een keer nodig. En dan is het geen veld of wegen te bekennen. Maar goed, ik zet het geluid wel even uit, want ik irriteer me echt altijd helemaal dood aan, aan die regen. Ik heb voor nu toch even geen geluid nodig. Wat we namelijk als allereerste willen gaan maken, is een card assembler. Die is te maken met 4 stone, 3 iron en 2 van deze simpel PCB's. En die zijn op deze manier te maken. 1, 2. Oké. Okay. En dan maken we nu de card assembler. Go. Oké. Okay. En deze card assembly heeft helemaal geen energie nodig. Um, ik zit alleen nog een beetje te twijfelen waar ik hem neer wil gaan zetten. Ik denk dat ik hem gewoon voor nu eventjes hier neerzet. Dan blijft hij niet staan hoor, maar voor nu is het wel oké. Okay. Dan openen we hem. En eigenlijk waar je mee begint is met het maken van een hul. Kijk, dat zie je hier ook staan. To start making a card, please add a card hul of your choice to the hul slot. Oké, okay, we gaan even naar huls kijken. Ik heb eigenlijk ook geen idee of er nieuwe hul zijn bij deze versie van uh, Steve's Cards. Even kijken. Guardian hul. Nee, volgens mij niet. Maar ik wil dit seizoen toch ook even gaan proberen om zo'n Gagordian hul te gaan maken. Gewoon echt een beestkaart te gaan maken. Maar voor nu kunnen we het wel gewoon doen met een hele makkelijke standard hul. Met wat iron en iron wheels. Oké, okay, dit is heel simpel. Even kijken, hebben we het allemaal bij ons. Alleen nog even wat sticks. Dus dan maken we twee setjes van iron wheels. Uh, zo, en een bakje erbovenop natuurlijk. En dat geeft ons onze allereerste hul, de standard hul. En die gaan we natuurlijk hier in de kaart doen. In dit slotje, go. En dan zal nu je kaart hier verschijnen. En kunnen we er nu dingen aan toe gaan voegen. Wat voor soort Steve Kart ik wil gaan maken, is als volgt: Ik wil namelijk een Steve Kart gaan maken die voor ons gaat farmen. En wat gaat die nu farmen? Nou, ik wil allereerst beginnen met wheat Misschien dat ik het later nog aanpas. Maar om te beginnen gaan we gewoon wheat erop zetten. Oké, okay, we beginnen met een engine, oftewel een motor. Wat voor motor gaan we erop zetten? We gaan de motor gewoon bijhalen. En dan zie je hier een aantal engines van Steve's Cards, bijvoorbeeld de Coal Engine. Dat lijkt me vanzelfsprekend, die werkt gewoon op kool, maar dat is niet degene die wij willen gaan gebruiken. Wij willen namelijk gebruik gaan maken van de Turbo Engine. En als je wat beter kijkt, dan zie je dat er niet alleen een thermal Engine is, maar ook een Advanced thermal Engine. En wat is nou eigenlijk het verschil tussen deze twee? Nou. De Thermal Engine is allereerst gewoon veel simpeler om te maken. Kijk, maar dit is het recept van een normale Thermal Engine. En van een Advanced Thermal Engine is dit het recept. En dat ziet er op zich allemaal niet heel lastig uit. Maar deze Reinforced Metal is best wel irritant te krijgen. Kijk, dat moet je allemaal via Stabilized Metal doen. En dat is weer te maken met Hardened Mesh en Defined Hardener. En ja, kijk, dat is allemaal echt heel veel gedoe. Dus dat gaan wij niet doen, allereerst. Maar wat is nou eigenlijk ook qua werking anders aan deze Advanced Thermal Engine? Nou, het rendement van deze Advanced Thermal Engine is gewoon hoger. Hij kan. Meer rondjes maken, zeg maar, per hoeveelheid lava. Dus dat is gewoon, hij gaat wat goedkoper mee. Plus dat deze Advanced Thermal Engine ook water nodig heeft om te werken. En dat heeft deze Thermal Engine niet nodig. Oftewel, we gaan gewoon deze normale Thermal Engine maken. Door middel van drie Nether Bricks, twee Obsidian, een Furnace en twee Pistons. Oké. Okay. We hebben alle spullen om de Thermal Engine te gaan maken. Let's go. Hoppakee, de Thermal Engine is binnen. En dan openen we onze Card Assembler weer. En doen we onze Thermal Engine natuurlijk bij het kopje Engines. Oké, okay. Thermal Engine requires one tank to work. Inderdaad, we moeten nu dus een tank gaan maken om het lava in kwijt te kunnen. Dat hoort volgens mij bij storage. Ja, bij storage geloof ik. Dus we gaan eens even kijken wat voor tanks we allemaal kunnen gaan maken. Kijk, je ziet er hier al gelijk een paar. Je hebt namelijk de internal tank, je hebt de side tanks, je hebt de top tank. Je hebt eigenlijk heel veel soorten tanks. En aangezien ik zo meteen twee tanks nodig heb, daar kom ik allemaal later op waarom dat allemaal zo is. Maar... Ik twijfel tussen de internal tank en een beetje. Ik ga even deze spullen verzamelen en dan kom ik daarna bij jullie terug. Als het goed is heb ik alle spullen bij elkaar verzameld. Pickaxe, I have Ender, Diamond in de hoek, de Ender infused, Obsidian. Hoppakee, en aan de zijkant een lava bucket en afmaken met een water bucket. Geeft ons de Ender thermic pump. Nice, oké, okay, we hebben hem binnen. En eigenlijk werkt deze pomp net als een normale pomp. Hij heeft gewoon aandrijving nodig door middel van engines. Kan gewoon met een redstone engine hoor. Dus ik ga vier redstone engines maken. Redstone engine... Hier zo niet heel lastig te maken. Het allerlaatste dat we nodig hebben is een ender tank. En dan wel geteld twee ender tanks. Dus we gaan er twee maken. Allereerst twee cauldrons. En dan heb ik denk ik alles al binnen. En dan kunnen we de twee ender tanks nu in elkaar gaan flansen. Eén en twee. Nice. Oké. Okay. Ik moet denk ik alleen wel even de kleurencode gaan veranderen. Want er zijn al meerdere mensen op de server die een ender tank hebben gebruikt. Dus ik moet even kijken welke kleur ik het ga geven. Ik doe denk ik gewoon rood, wit, blauw. Zo. Rood, wit, blauw. En hier ook rood, het blauw. Ik weet zeker dat die nog niet gekozen is. Dus dan ga ik ze nu weer oppakken. En dan kan ik nu wel gewoon gebruik maken van de Ener tanks. Heb ik alles? Volgens mij wel. Ik heb vier engines, twee lievers. Een endothermic Pump en de tanks. Ja, oké. Okay. We kunnen gaan beginnen met bouwen. Op naar de Nether. We zijn aangekomen in de Nether. En staan nu nog recht naast de Nether Portal. Maar ik denk niet dat Maurice en Richard het leuk gaan vinden. Als ik dit hele meer helemaal ga verpesten en leeg ga pompen. Dus ik heb een andere plek gevonden. Wel een stukje van de nether portal vandaan, heel dicht bij het nether fortress. Maar het uh, is wel een perfecte plek om ons allereerste systeempje op te gaan zetten. Ons allereerste lava-systeem. Maar hoe werkt deze endothermic pump nou eigenlijk? Nou, zoals ik al zei, hij werkt eigenlijk gewoon precies hetzelfde als een normale pomp. Maar een normale pomp ben je gewend, moet je boven de lava plaatsen en dan gaat hij pas werken. Deze endothermic Pump echter niet. Die moet je alleen de laag boven het lava plaatsen. Maar het kan gewoon nog boven een blokje, bijvoorbeeld netherrack, dan zal hij het gewoon gaan doen. Oké, okay. we gaan gewoon een engine omheen doen. Zo, zo, zo en uh, zo. En dan zal het als het goed is gewoon gaan werken als ik de levers omhaal. Dus hier een liever go, en daar een lever go. Oké. Okay. En het voordeel ook van zo'n endothermic pomp is dat hij zeg maar niet het lava gaat verpesten. Want normaal gesproken ben je gewend als hij meer leeg gaat pompen. Dan ontstaan er allemaal van die, ja ik weet niet hoe noem je het eigenlijk. Van die kloven van lava. Gewoon omdat het lava verdwenen is. Dan zakt het naar beneden en komen er allemaal lelijke stromen in. Deze endothermic pomp. Als je een blokje met lava wegwerkt, wegpompt. Dan verplaatst hij dat of dan vervangt hij dat door een stukje met stone. Super handig dus. We gaan nu ons erop plaatsen En als het goed is gaat hij dan vol lopen met lava. There we go, nice. Oké okay, we hebben nu lava. En uh, het gaat gewoon opvullen. En het handige ook van deze endothermic Pump is dat hij zichzelf chunkload. Dus dat je niet nog eens een chunkloader hiernaast neer moet gaan zetten. Deze endothermic Pump regelt het gewoon allemaal voor ons. Oké, okay, maar de pomp loopt lekker vol. En wij kunnen lekker terug naar de overworld. We hebben nu dus de beschikking over een lavabron. Maar dat niet alleen. Ik heb goed nieuws. Onze allereerste Steve-card is klaar. Nice, oké. Okay. Nu is het tijd om daar wat rails aan te gaan leggen, want onze Steve Cart moet natuurlijk wel over rails heen gaan rijden. Hier hebben we allereerst een rolling machine voor nodig, dus die gaan we even maken uh, via Pistons, Crafting Table, Iron, oké. Okay. En de rolling machine is daar, oké. Okay. Deze rolling machine heeft natuurlijk wel wat energie nodig, dus ik ga hem daar aansluiten hier beneden bij mijn Thermal Expansion kamer. Dat is even tijdelijk, maar voor nu het zal gewoon werken. We doen hem gewoon boven de chest, kan de chest even niet open. maakt niet uit. We gaan in ieder geval wat rails maken. Of eigenlijk wat tracks maken, hoe je het ook wil noemen. Track, rails, allemaal hetzelfde toch? We gaan namelijk allereerst een normale track maken. Die maken we met deze standard rails. En die zijn op hun beurt weer te maken door middel van Iron Ingots. Oké, okay. we gaan dus beginnen met Iron Ingots. Op deze manier te plaatsen. Zo. Dus dan vullen we de steam maar op met wat charcoal. En dan zal dit nu gewoon weer gaan doen. En dan zal dit leuke dingje ook energie gaan ontvangen. There we go. En dan zal hij deze standard rails gaan creëren. Maar dat is niet het enige wat we nodig hebben. We hebben ook wooden rail beds nodig. En die zijn te maken met een wooden tie. En dat is op hun bed weer te maken met wat creosote oil. En ook nog wat slabs. Dus dan maken we allereerst vier wooden ties: 2, 3 en 4. Oké. Okay. Mooi hebben die woenen thuis binnen, die combineren weer met elkaar en het geeft ons een en de top tank. Even kijken hoe gaan we dit allemaal doen. Dan maken we allereerst wat van deze dingen, namelijk de tank paints, oké? Okay? Want dit heb je echt namelijk nodig voor deze tanks. Ik ben van plan de top tank te gaan maken en de internal tank te gaan maken. Eigenlijk zoals ik net al aankondigde, even kijken de. Top tank. Die maken we als volgt met zo'n dingetje. Die heb ik al gemaakt. Heel simpel te maken. Niet echt heel moeilijk. En dan hebben we maar liefst 6 van deze dingen nodig. En dat gaat ons dus 54 van deze dingen kosten. Dat is aardig wat. Uh, Hoeveel dan? Nou? 6, hè? Ja, 6. Oké, okay, nice. Dan hebben we dat binnen. En dan kunnen we een tank al gaan maken. De toptank. Go. Ja. En dan gaan we deze eens even kijken. Of we dit op onze car kunnen gaan zetten. Uh, die doen we bij Storage. En inderdaad, hij heeft nu een toptank. En dan zal die melding hier dus ook weg zijn. En dan wil ik ook nog zo'n internal tank maken go die is helemaal simpel. Oké, okay, die gaan we er ook even meteen op zetten. Ook bij storage natuurlijk. Even kijken. We hebben nu al kost 87 en het duurt inmiddels al 21 minuten, bijna 22 om dat hele ding te produceren. Dus het gaat wel even duren. Het lijkt me nu gewoon een strak plan als we allereerst eventjes een tool erop gaan zetten, want met die tool kan hij namelijk gaan farmen. We gaan het er gewoon bij roepen, tool. Dan zie je eigenlijk al gelijk een aantal dingen verschijnen, bijvoorbeeld een drill een woodcutter, maar degene die wij gaan gebruiken is deze, de Basic Farmer. Die maken we als volgt: met ouch, 3 diamonds, een iron ingot, gold en simple PCBs. Hoeveel module kost heeft het? 36? Oké, okay, dat valt wel mee. Dus dan maken we nog twee van deze simple PCBs. Die hebben we binnen, en dan kunnen we hem al in elkaar gaan zetten. Dit dure dingetje, namelijk de Basic Farmer. Oké, okay, en vanaf nu gaat het echt epic worden, want we openen de card assembler, doen mijn tool, dit, en dan zie je hem al meteen op de voorkant verschijnen. En nu begint hij al echt een beetje vorm te krijgen. Nu krijg je echt het idee van, ja, dit gaat ook echt serieus iets doen. Oké, okay, wat hebben we nog nodig? We hebben nog nou, 1 à 2 attachments nodig. Want ik ben namelijk van plan om er nog een hydrolyzer op te gaan zetten, waardoor de vorm automatisch van water wordt voorzien, dus dat ze sneller groeien. En ik wil er nog een fertilizer op zetten, die zeg maar met boonmeel, of door middel van boons, Um, zeg maar het wiet een beetje bevrucht waardoor het nog sneller gaat groeien. Te beginnen met de fertilizer, die maken we als volgt: Twee boommeel, twee bottles, drie ledder en een simpel PCB. Weet je, dan zetten we eerst wel weer even die simpel PCB in elkaar. Zijn we daar ook gelijk weer vanaf van die ellende? Go! Nice. En dan gaan we eens even kijken of we nog wat ledder hebben, maar ik geloof van wel. Volgens mij heb ik echt nog iets van 10 of 12 ledder of zo. En dan maken we de fertilizer, die is ook binnen. Die gaan we ook weer op onze kart zetten. Bij attachments en dan zit die er ook op. Oké, okay, over naar het allerlaatste attachments, namelijk de hydrator. Die staat ernaast. Hier, zo. Die maken we met een iron bar, een glass bottle en twee iron. Onze hydrator is binnen. We openen de assembler en voegen hem toe bij attachments. Onze kart is nu helemaal af en we zijn mooi binnen de perken gebleven. We hebben 139 punten gebruikt van een maximaal aantal 200 punten. Kijk, de punten kan je gewoon hier zien. Bij modular kost 28, 36, 10, 6, 37, 22. En als je dat bij elkaar optelt, dan kom je uiteindelijk op deze 139 uit. We konden maximaal 200, dus we zijn mooi binnen de perken gebleven. In totaal kost het maar liefst 34 minuten om deze kaart in elkaar te gaan zetten. Dat gaat hij pas doen zodra hij hier op assemble klikt. Maar voordat hij zeg maar in elkaar gaat zetten, heeft hij eerst energie nodig. Dat kan door middel van coal, dat kan door middel van charcoal, het kan gewoon... Gewoon allemaal. Oké, okay. we gaan het in dit geval doen met Charcoal. Charcoal hier en dan kunnen we assemble gaan doen. Go! En dan zal je hier de procentbar zien, hoe lang je nog moet. Kijk, hier gaat hij aftellen en op hoeveel procent die zit. En hier zie je de energiebar. Oké, okay. nou we moeten er dus lekker lang wachten ruim een half uur. Maar in de tussentijd kunnen wij natuurlijk alvast gaan werken aan een aantal dingen. Want ik liet natuurlijk net al zien dat we een thermal engine gaan gebruiken die op lava runt. Maar we hebben nog niet echt bepaald een hele goede lavabron. Daar gaan we nu dus verandering in brengen. We gaan namelijk een Ender Thermic Pump maken. Wat voor ding? Een Ender Thermic Pump. Toevoeging van extra utilities. Die maken we als volgt. Best wel lastig nog. Een Diamond, een Eye of Ender. Uh, vier van deze Ender Infused Obsidian. Maar dat is op zich niet heel lastig. Kijk, je hebt maar één Ender Pearl nodig en vier Obsidian. Dus is op zich niet echt een ongelooflijk groot probleem. Het lijkt heel moeilijk. En uh, nou eigenlijk was dat het wel zo'n Wooden Railbed. En als je zo'n Wooden Railbed dan vervolgens combineert met wat van die Standard Rails. Dat zal ons dan uiteindelijk normale tracks gaan geven. Even kijken, hier zo. Ja, kijk, we hebben er al 64. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Dan gaan we weer naar boven toe. En dan gaan we daar onze eerste tracks in elkaar zetten. En daarna ga ik gewoon alles even offscreen doen. Ga ik daar een mooie baan in elkaar zetten. En dan kom ik daarna bij jullie terug. Want het is denk ik niet echt heel erg interessant om mij elke keer hetzelfde te zien doen. Hoppakee, hebben we 32 tracks. Oké. Okay. De baan is bijna klaar. Het is tijd om een cargo manager te gaan maken. Deze cargo manager gaat namelijk dienen als een soort van chest voor Steve-card. De Steve-card gaat hier al zijn spullen in dumpen. Meer hierover gaan we zo meteen eventjes bekijken. Allereerst moeten we hem nog gaan maken, want dat is nog best wel een beetje een lastig klusje. Hoeveel hebben we hiervoor nodig? Vier. Oké, okay. dit, uh, dit is altijd best wel irritant, omdat het heel moeilijk is om nou eigenlijk te onderscheiden wat wat is. Even kijken, uh, die hebben we nu. Dus dan maken we vier van deze huge. Dingen, oké, okay, die hebben we ook binnen. Moeten we alleen nog deze hebben? De Large Dynamic Pain. Hoe maken we die nou weer? Oh, die maken we zo. Oké, okay, dat is niet heel lastig. 1, 2, 3, 4. Zo. En dan kunnen we, als het goed is, al bijna gaan maken. Pam! En dan hebben we hem binnen. En de telefoon gaat. Nice. Maar ja, ik negeer die telefoon maar even. We kunnen de Carco Manager gaan maken. We hebben hem binnen. Om de Steve Card en de Carco Manager met elkaar te laten communiceren, hebben we echter wel een speciale rail nodig. En die komt er in de vorm van de Advanced Detector Rail. Deze dus. Twee pressure plates, een redstone en iron. We gaan ze maken, go, en dan hebben we er twee binnen. We hebben er natuurlijk maar eentje nodig en dan ga ik nu op naar mijn baan en dan ga ik jullie laten zien hoe ik het ongeveer wil gaan aanpakken. We gaan eens even kijken, want de baan is op zich niet heel groot. Volgens mij bestaat hij in totaal uit 65 uh, tracks, dus dat is aardig wat. En ik wil hem gewoon overal laten planten. Hij gaat zeg maar gewoon zo aan beide kanten van de rail, gaat hij zo meteen seats planten. Ik ga gewoon maar beginnen. Dan zal dit zo meteen zelf wel gewoon allemaal uitgewijzen in de praktijk. We gaan hier in ieder geval de Cargo Manager plaatsen. Direct als hij binnenkomt wil ik dat hij zijn items gaat lozen. En dan gaat hij hier zo meteen zijn liquids bijvullen. Oftewel water en uh, lava. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we hier, hier voor de Steve Card, gaan we de detector track neerzetten. Dus hier zo. En die detector track die grenst aan de groene kant van de Cargo Manager. Dus het is zo meteen zaak dat we de groene kleur. Uh, even kijken, hier staat groen. Oh, terug, terug, terug. Hier zo. Groen. Dat we deze op inventory gaan zetten. Dat is heel simpel. Je klikt gewoon door tot je een chest tegenkomt. Kijk hier de storage slots. En dan moet je alleen nog even kijken of we hier er in of eruit gaat. To the cart, dat willen we niet. We willen from the cart. Dat het zeg maar vanaf de cart hier in de cargo manager komt. Dat de spullen van de cart hier in de cargo manager komen. Oké. Okay. Dan uh, is dit het denk ik wel gewoon zo'n beetje. Dan kunnen we hem zo meteen neer gaan zetten. Even een laatste controle of ik overal rails zie. Ja, ik geloof van wel. Dan gaan we de Steve -card hier nu neerzetten. Go. En ik hoop echt. Dat hij met dat voorste ding wel door dit ene gat heen past. Ik betwijfel het eigenlijk. Dus ik denk dat ik het hier voor de zekerheid maar eventjes iets breder ga maken. Dat ik in ieder geval geen risico loop dat mijn Steve Card zo meteen vast komt te zitten. En ik heb geen pickaxe meer. Nice. Oké, okay. weet je, dan gaan we het gewoon eerst even testen met uh, drie gaten. Want dat gaat natuurlijk sowieso werken. En kijken of het ook met één gat gaat. Ik ben echt heel erg benieuwd. We gaan hem in ieder geval aanzetten. Maar voor we dat gaan doen, gaan we eerst even de inventory checken. Want wat zien we hier nu allemaal? Nou, we zien hier verschillende soorten dingen. Hier moeten de seeds in. Die doen we erin. Die gaat hij namelijk zo meteen planten. Uh, hier is fertilizer. Dit kan je vullen met bones. Kijk maar naar bijvoorbeeld fertilizer waardoor de plantjes sneller gaan groeien. En de top tank en de internal tank. En één tank die gaat gevuld worden met water, en één tank gaat gevuld worden met lava. Het water is natuurlijk gewoon voor de hydrator. Weet je wel, die, die attachments die we erop hadden gezet. Die hydrator, waardoor de grond nat wordt gemaakt. En natuurlijk gewoon de lava tank om de engine aan te drijven. Om het lava en het water in de steve car te krijgen, gaan we gebruik maken van een liquid loader. Die maken we op deze manier. Allereerst een detector. Daar hebben we eerst een pressure plate voor nodig. Hoppakee. En dan gaan we maken die detector. Die hebben we binnen. Vervolgens alleen nog een hoppertje. Hebben we hebben natuurlijk eerst een chest nodig. Hop. En dan maken we daarvan een hopper. Op deze manier. Uh, zo. En mijn hopper. Oh, ik gooi nu mijn aren op de grond. Geef niet, pakken we zo meteen wel weer op. Maar we.